Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs, AHKCO, heeft gisteren een introductieavond gehouden voor de nieuwe studenten van de studierichting Journalistiek en Communicatie. De nieuwe studenten hebben kennis gemaakt met de docenten en de studenten die reeds op de opleiding zijn. Arman Snijders, waarnemend directeur van AHKCO, raadde de studenten aan hun studie serieus te nemen en vooral geen studielimiter te worden. Jane Kolff-Bergraaf, cursusleider Journalistiek en Communicatie, zegt dat samenwerking belangrijk is om de eindstreep te halen. Omdat wij van overtuigd zijn als docentenkorps binnen de academie, dat we de academie naar hogere hoogte willen brengen. En dan kunnen wij, en dan moeten wij gezamenlijk gaan werken aan het fenomeen studielimiters. Voorkomen dat studielimiters gaan ontstaan. Studielimiters zijn studenten die eigenlijk die bijna aan denken, let goed op mijn woorden, die bijna aan denken om van hun studie een 10 en 20 jaar een plan te maken. Maar dat gaat dus in dit geval vanaf algeruime tijd werken wij eraan om dat niet zo ver te laten voelen. Samenwerken bevordert de kwaliteit van elkaar en je kunt je netwerk verbreden. Wat betekent als jij in een organisatie zit, door samen te werken kan ik ook inderdaad ook een bijdrage leveren aan de organisatie. De volgende slide. Het verhoogt de creativiteit, je herkent dit. Verdiep je in perspectieven van elkaar. Weet je, als je in een groep zit, don't take it for granted. Ga niet zeggen dat de ander een beetje zeurderig is. Ga niet kijken naar de kwaliteiten van elkaar en gebruik dat zodat je ook beter wordt. Ga niet misgunnen of afgunstig worden omdat de ander op dat moment vlotter spreekt. Jouw challenge is van hoe kan ik beter worden? Alright? Hoe kan ik beter worden? Maak duidelijk wat jouw rol is. Vaker weten we niet wat onze rol is. Wat zeg ik altijd? Verdeel de taken. Wie is de voorzitter? Wie gaat dat doen? Wie gaat dat doen? Spreek elkaar aan. Ik heb altijd gezegd, je moet niet over elkaar praten, maar je moet met elkaar praten. Op de introductieavond is er ook een discussie gehouden met als thema media en veilig verkeer. Inleider Helmut Geesius, docent op AHKCO en voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers, geeft aan dat er een duidelijk verband is tussen media en verkeersveiligheid. Als we uitgaan van dus die belangrijke taak als het informeren van de burgers, ja, dan kunnen we stellen dat inderdaad media en veiligheid, verkeersveiligheid een verband kunnen hebben, omdat verkeersveiligheid gebaat is bij goede informatie. Daarnaast is betrokkenheid van de media zeg maar een belangrijke voorwaarde om te komen tot verandering van situaties. Goed, mevrouw Pinas heeft daar ook iets van gezegd. Ze heeft het gehad over gedragsbeïnvloeding. Ja, dus door de manier waarop media informatie overbrengen aan de burgers, aan de gemeenschap, zal blijken of die informatie zoals die informatie is overgebracht inderdaad invloed heeft gehad op het gedrag of op de lange termijn op de attitude van de desbetreffende doelgroep. Helmut Geesius, docent van AHKCO, tevens voorzitter van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers. Hij sprak gisteren op de introductieavond van AHKCO, welke is gehouden in het auditorium van Self Reliance.